Yeah! Het is goed dat we die free build gedaan hebben. Hey, hallo allemaal. Welkom bij een nieuwe aflevering van Mortu en Serenaya Speler Hurt World. Vandaag is weer een nieuwe aflevering. En vandaag gaan we er weer tegenaan. Yeah! Wat is dit voor huis? Wow, dit ziet er ook weer mooi uit. Netjes. Het is een kasteeltje. We kunnen er binnen. Ja, even binnenkijken. Even kijken. Het IJzeren Kasteel. Of het IJzeren Fort. Dat klinkt denk ik mooier. Dat kan allebei wel. Het ziet er wel cool uit. Mooi, mooie rams. Leuk. Het is niet gekleend. Maar dat is wel chill, want dan kun je tenminste zelf de ramen en zo openmaken. En gelukkig heeft er ook niet iemand het dan weer helemaal gesloopt, want dat kan natuurlijk ook. Er zit alleen niet echt een dak op of zo. Je had hier meer iets van kantelen verwacht bovenop, maar... Oké. Ik vind het leuk. Er is ook één torentje aan de achterkant weg. Maar hey, het is wel tof. Kan dit open? Ja. There you go. Hoop ruimte, zeg. Poeh. Zou het goed doen op Funda, denk ik wel. Ja. Als je een ijzeren woning, metalen woning moet ik zeggen, metalen woning wil wonen. Aha. Oh ja, dan mist ook een torentje. Dus ik wil niet de hoofdprijs betalen. Kijk eens aan! Even een zin maken. De vorige aflevering hebben we dit al bekeken. Het huis van Fursh. En nu is hij nog veel verder. Okayers? Nee. Players. Nou, bedankt hoor, degene die ons boom met de paradijs heeft gesloopt. En dat dan in de comments gaat zitten, ja, ik heb je boom met gereed. Ja, pannenkoek. Wat is het nou? Is een freebuild, ga je toch niet reden, jeetje. Wel een beetje lame hoor. Is ook een beetje mijn fout, want ik had als het goed is de Amber super lang laten duren. Maar misschien was het zo lang dat hij zoiets had van, nee, dit vind ik vals spelen. Nu mag niet maar een dagje. Ja, ik had volgens mij een week per Amber gezegd. Want ik denk, dan kun je als je een totem neerzet, direct 2 weken. Ja. Even kijken, we gaan op zoek. Even kijken, hier staat Fischkasteel met slotgracht. Wil je binnenkijken? De ingang is aan de achterzijde. Kijk, wat attent. Gewoon ook het bordje lezen. Bordjes. Ja, maar je weet nu toch wat erop staat. Dus dat maakt maar misschien vertrouw ik jouw leeskills gewoon niet zo. Ah. Oh ja, je had toch gelijk. Nee, okay. Het is echt heel nice. Kijk, hier alleen al als je dit soort dingen ziet, dan heb ik gewoon zoiets van, yeah! Het is goed dat we die free build gedaan hebben. Ja, inderdaad. Ik denk ook wel dat als je het leuk vindt om zo te bouwen, dat je dan... Ja, dit maak je gewoon niet in survival. Ja, misschien wel hoor, maar in survival is het wel echt heel moeilijk om te doen. En zo duur, weet je, ja. Maar... Wow, dude, kom kijken. Ik kom eraan. Kom dan. Dit is de ingang, staat dat hier ook? Oh, ik heb het niet gelezen. Je kunt hier naar binnen, staat er. Yeah. Je kunt hier naar binnen. Nice. Wauw. Dit is echt ziek. Glorieuze entree met schotjes. Oh, mooie... Oh, dit fakkeltjes. En spullen. Dan heeft hij wat altijd wel meegenomen. Ja, man. Maar kijk deze trappen. Ben je het er kapot aan het maken? Nee, hier zit een gat. Dat is wel grappig. Kun je dan... Oh, je kan hier een toren in. Ja, super. En hoog ook nog. Uitkijkbalkon. Gewoon een balkon, dus. Maar over dat het in een gewone server nogal duur is om te bouwen, is misschien wel een mooi bruggetje naar. Het is natuurlijk leuk, zo'n freebuild. En we hebben ons met z'n allen eventjes vermaakt. Maar we moeten toch ook weer naar een gewone server toe gaan. En nu hadden we jullie gevraagd, hey, wat willen jullie dan zien? Nou, een paar keer werd wel genoemd van, het is misschien wel leuk om gewoon een keer 2 of een keer 3 server te maken. Want dan krijg je gewoon wat meer spullen en dan kun je wat sneller verzamelen. Maar toch moet je dan wel het verzamelen doen. En dat gaan we ook doen. Dat gaan we zeker doen. Dus keer 3, denk ik. Ik weet niet hoe jij erover denkt. Keer 3 klinkt mooi, denk ik. Prima, gewoon lekker. 3 keer zoveel spullen. Of 1/3 keer zoveel moeite. Het is maar hoe je het wil bekijken. moeten we daar nog een datumtje voor prikken. Ja, ik denk dat het komende vrijdag dan zal zijn. Dus... Zit je verstopt. Ik had een stopje aan het spelen. Dat kan heel goed in het kasteel. Hoewel, met die 4 torentjes houdt het wel een beetje. Dat zijn ook best wel dikke huizen, zeg. Nou, moeten we daar zo ook nog eventjes spieken. En dan praten we zo over vrijdag de 17e, vrijdagavond. En dan houden we onze vrijdagavond tijd aan van 8 uur. En volgens mij mag je helemaal niet... Kijk, Fish heeft het dus afgezet, hier zo beneden. Ik kan dit. Kijk, hier, dit. Hier, ook. Maar, wil je er eerst langs? Kom maar. Het ziet er echt raar uit. Dit. Maar je kan gewoon hier erop springen. Volgens mij ga je niet eens dood als je skaterhelm hebt. Maar ben je niet zeker? Maar misschien is dat niet Hoppa. Eens zozeer.
Want hier is ook nog een trap. Oh ja, klopt. Daar mag je eigenlijk niet komen. Je mag eigenlijk niet komen. Oh. Dat doet mag hij gewoon. Niet. Dat mag niet. Doet inderdaad. Kijk nou. Oh, hij heeft hier wel allemaal luiken. Ja, daar kan ik natuurlijk niet doorheen. En hierboven is ook niet. Ah. Oh. Het is wel goed afgezet. Maar kijk nou hoe vet het eruit ziet, man. Gruwelijk. Maar kun je er nu nog wel af? Ja, dan kan toch gewoon naar buiten springen. Ja hoor, ik kom al naar buiten. Ik kan hier gewoon eraf springen. Maar hoe vet is dit, jongen? Dit zou ook wel goed... het lijkt wel een soort level om in te schieten. Om elkaar in te schieten. Oh, maar nu kun je wel hierheen gaan. Ja. Oh, maar hier is verder niks te doen. Oh jawel, hier is nog een trap. Oh, maar is ook weer een luik. Ja, is ook weer een luik. Loopt ook dood. Toch al, het is wel leuk om te zien hoe iemand anders dan... normaal als je iets bouwt, dan ken je uiteindelijk alles. Maar als je iemand anders een gebouw binnenkomt, dan kun je zo heerlijk bekijken hoe die dat ding heeft opgelost. Ik vind dat echt super leuk. Ja, nice man. Laten we nog wat meer beelds gaan bekijken. Ik heb inderdaad, ik heb God modus. Ik heb debug backpack. Mensen zeiden dat, je gaat helemaal niet dood als je valt. Klopt. Dat is omdat ik die speciale rugzak heb. En dat is dus zodat ik... van dingen af kan springen. Maar dat doe ik alleen in freebuild. Oh. Oeh, kijk wat hebben we hier. Hey, kijk, daar is een piramide uit. Oh, met een enorme ramp. Mooie pilaren. Netjes. Oh, een soort kloostergang hier. Met die... Een beetje een Griekse tempel. Zoiets? Eigenlijk ook. Maar hebben we die de vorige keer ook gezien, maar toen was hij veel minder ver. Kunnen we hier naar boven? Denk het niet. Nee. Oh, dankjewel dat je de auto op zijn kant legt. Gelukkig heb ik een speer. Waarom gaat hij nou niet even omvallen? Kom op! Je moet crouchen terwijl je aan het poken bent. Hoppakee. Nice. Dat werkt als een trein. Pro tip. Iemand wij willen naar binnen. Klop, klop. Ik wil naar boven. Hallo. Klop, klop. Hallo. Kom in de auto, man. Dan niet. Zo je best gedaan, kunnen we die eens laten zien. Ja. Helaas. Dat is, gewoon... dat is een steen. Daar kun je niet doorheen. Nou ja, zeg. Autorij tip nummer 1. Oh nee, 1 is boom. Dit is 2. Oeh, hier is een... Daar kun je onderdoor naar binnen lopen. Ja, weer binnen sneaken. Even kijken. Oh ja. Oh, ik ben er zelfs opgesprongen via de auto. What? Oh, jij bent er ook op. Wat zou dit zijn? Dit is de geheime bunker om het al... Oh, hier kun je ook in. Ik ben bang dat we de amber toch iets langer hadden moeten maken. Helaas is dat niet gelukt. Oeps. Probeer je alles te checken. Ja, dat is maar op deze manier kunnen wel meerdere mensen binnenkijken. Oh ja, hier. Hoeveel... is het 4 of zijn het er zelfs nog wel meer? Het zou er best wel eens een... Nee, het zou er wel 4 zijn. Jawel, het zijn er wel 4. Gewoon maximaal op 4, ja. Maar dit is inderdaad niet geclaimd. Maar gelukkig hebben we dit niet gedemolished. Dat vind ik dan wel weer sportief. Maar het is ook wel super flauw om dat niet te doen. Oh, dit vind ik ook cool. Kijk, het zijn twee soorten dakje. Eerst een soort... of is het... Nee, dit is wel één soort dak. Dat zou je wel kunnen doen, dat je eerst een stuk stijldak en dan een stuk niet stijldak hebt. Dat zou dus wel ja, cool en dan nog heel vlak dak. En dan kun je zo'n... Nou ja. Ja. Dan wordt het bijna een bol. Mm-hmm. Ja, ik deed het geluidje wanneer je eroverheen gleed. Oh, ja, ja. Ik dacht, je deed ook zo dat gebaar met je hand erbij, of niet? Ja, klopt. Ja. Betrapt. Ik weet precies wat je bedoelt. Want ik af en toe kun je gewoon vormen met een... Met een gebaar. En een gebaar gewoon veel beter uitdrukken dan en met... een verhaal, ja, precies. En een verhaal, ja, precies. Maak me mee. Ik kan er niet... Oh, nou. E, doe het. Ik kwam alleen in de kofferbak. Oh, die grapjas. Kom dan. Ja, als je er niet de hele tijd wegrijdt. Oh, dan moet je niet dubbel op E drukken. Goed zo. Yeah. Okay, hier is nog een klein gebouwtje van Fish. Oh, met een enorme... Kijk nou, iemand heeft ook die boom met nagemaakt. Oh, cool. Respect. Kun je dan ook ergens... Bedankt. Dit doet me denken aan, er is ergens in Nederland... Ja, dit is echt nu al een goed verhaal. Ja, man. Is er zo'n boomtoppenpad. Nou, dat heb ik volgens mij wel eens gedaan. Of, ik weet niet of het in Nederland was, maar ik heb het inderdaad wel eens zo'n wandeling. Ja, en ik volgens heb mij het ook in het Berenbos heb je dat volgens mij ook. Dus mocht je nog eens echt het willen meemaken, zoek maar op Google op boomtoppenpad of zo. En dan, waarschijnlijk zijn er ook lukken. Mensen die weten waar het is. Gewoon, het staat nu al in de comments. Durf ik te wedden. Ik hoop het. Ik hoop dan het hoef ook. Ik niet meer na te denken. En hoef ik het ook niet te googlen. Dat scheelt weer. Mm-hmm. Vet man. Ja, ik vind dit echt wel cool.
Oh, ik vind het echt leuk dat mensen er nog niet een luik in zetten. Dat ik gewoon eventjes lekker kan komen kijken. Dat vind ik precies. Echt heel relaxed. Dat heb ik trouwens ook gedaan met dat schip. Ik weet niet of je dat. Dus ik weet niet in welke volgorde ik deze aflevering eruit ga doen. Maar ik, in de builds die ik maak, zet ik de deuren ook open. Weet je wat ik me afvraag? Ja, zou ik over jou heen kunnen springen? Terwijl je staat. Okay. Terwijl ik sta. Ja. Of stil staan. Wow, ja, gruwelijk. Dat is vet, toch? Dan moet je wel crouchen. Oei, maar kun je niet op elkaar staan? Dat is wel jammer, dan zou je daarmee nog proberen kunnen in te breken. Beter kunnen reden, ja, dat zou wel goed zijn. Dan zou je echt een nice raid... Hoort het bij dit andere huisje? Dit boomtoppenpad? Nee, is net een andere claim. Maar misschien wel van dezelfde maker. Wie weet. Nou, deze krijgt de boomtoppenpad stempel of approval. Kijk nou, ze hebben hier, heb je dat gezien bij die... daar in de verte, waar we net waren? Je kan zien dat het dak zo een beetje zo... Oh, jawel, gaat. Je hebt wel gelijk, ja. Ja? Het gaat... Ja. Ja. Super nice ziet het eruit, ja. Ik vind het ook heel tof. Oh, ze zien toch allemaal leuke dingen. Zullen we verder gaan? Even kijken of we nog wat kunnen vinden. 1, 2... En in de auto. Oh, nee. Wil jij rijden? Nee, ik ga wel rijden. Goed zo. Welke kant op? Die kant op. Van het is een camouflageauto met roze. Dit is... dit werkt niet. Ja. Maar misschien als je op een bepaald ergens in de jungle bent waar ook heel veel roze planten groeien. Maar ja, dat rijdt ook weer niet zo makkelijk met de auto, maar toch. Lekker, dit was een goed verhaal. Ja, supergoed verhaal. Waar werkt camouflage met roze? Hier waren we al een keer geweest, dit liep verschrikkelijk af. Oh, dit is ook al een beetje afgebroken. Wie doet er nou zoiets? Nou ja, goed. Dat is volgens mij niet zo'n spannende beeld. Lekker. Ik heb wel eens, kijk, we moeten nog wel een beetje gaan hebben over wat we gaan doen met Hurtrod, hoor. Want daar hadden we nog wel wat ideeën over. Want we hebben de laatste tijd best wel veel Hurtrod gespeeld. Ik heb geloof ik echt wel een paar honderd uur erop zitten nu. Ik zit denk ik dicht tegen de 300 aan. Zo, hé. Hey. Echt wel veel. Oh, kijk, daar is de raket weer. Ja, precies. Supermooie raket. Je kunt ook naar de raket toe, lijkt het wel. Of heeft iemand daar niet helemaal zo gemaakt? Mooi pad eromheen, ja, Skybridge. Oh, die heeft het misschien geclaimd. Dat is cool. Ja, er zijn niet echt veel nieuwe beelds bijgekomen, lijkt het. Sinds de vorige keer. Ja, dit is les nummer 1, zeg je net zelf. Ja, ik dacht dat nee, net... Nee, ja. Maar ik deed er wel een mooi trucje van tevoren. Nou ja, supermooi. Oh, dit is ook al een lekker compact huisje. Het ijzer. Zwevend huis. Ja, hier het meeste is gewoon kapot. Hier, deze ken ik al. Ja, inderdaad. Maar het is toch een beetje, kijk, als je niet hoeft te farmen voor het hout en zo, dan krijg je dus ook geen amber. En dan heb je dus ook geen amber om in je totem te stoppen. Nee, ik had eerst een kit gemaakt voor amber, maar toen dacht ik, ja, weet je wat, ik kan gewoon veel beter zorgen dat je gewoon nooit amber hoeft bij te vullen. Alleen dat had ik helaas niet goed genoeg getest. Kijk, deze rook bijvoorbeeld. Oeh. Dat is echt onlangs nog afgekomen. Echt overal staan van die soort van gebouwtjes. Zullen we hier even kijken? Hier staat race. Moet je dan over het pad heen rijden? Ja, ik denk het wel. Maar helaas heeft iemand anders dat gesloopt. En dan kun je hier naar boven en dan... Oh ja, ik denk dat het helemaal kapot is. Maar ik denk dat je hier overheen had moeten rijden of zo. Wel tof. Een soort parcours gemaakt. Parcours. Het zal toch wel een keer te doen. Een gigantisch parcours te bouwen en dan met z'n allen te gaan racen. Ja. Nou ja, wie weet. Nou ja, kunnen we nog wel een keertje verzinnen. Ja, precies. Maar wat moeten we eigenlijk doen met de toekomst van Hurtrod? Want het is wel een beetje... Ik heb nou een paar wipes gedaan. Ja, nou ken ik het wel. Ja, het gaat natuurlijk wel veel sneller de volgende keer. Ja, we kunnen waarschijnlijk nog wel eventjes wat moois bouwen. Maar het is, er moeten even wat nieuwe dingen inkomen. Er moet echt zo'n grote patch komen met veel nieuwe dingen. Want als je dit gewoon nou 3 wipes gespeeld hebt, ja, dan ken je het wel. Dus dan wordt het een beetje hetzelfde. En dat is gewoon jammer. Ja, zeker. Ja, misschien moeten we ook proberen om wat meer admin-achtige events te doen. Of gewoon een beetje server-events te hosten. Dus dat we zelf niet heel erg spelen op het halen van spullen. Maar dat we bijvoorbeeld arena's gaan bouwen, zeg maar. Voor andere mensen en dat dan organiseren. Ja, de vorige die arena die was wel echt superleuk. Ik weet niet of jullie het allemaal, een aantal van jullie heeft het vast meegemaakt. Anders kun je de filmpjes toch kijken. Maar ja. Als je nog dat soort ideeën hebt, misschien zo'n racebaan. Dus waarschijnlijk gaan we dat ook die kant een beetje op. En niet echt meer zelf helemaal spelen vanaf het begin. Want dat heb je al 3 keer mogen zien. Zo is dat.
Ja, dat lijkt me wel leuk. Maar meer dat soort dingen. En of het dan nog elke week gaat komen, ja, dat weet ik nog niet. Dan moeten we even kijken. Hier is een gevangenis. Oké. Okay. Nou, mocht je dus nog wel... Oh, dit is takelterrein. Dus maar mocht je zelf nog iets hebben van... Hey, dit heb ik op een andere server gezien. Of ik had een keer gehoord dat dit kon. Laat het even weten. Want dan zijn we natuurlijk altijd geïnteresseerd. Want de server blijft zeker nog wel eventjes draaien. Dus dan kun je mooi nog... Ja, in ieder geval kom vooral nog spelen natuurlijk. Ja, precies. Ik denk dat trouwens dat... ik ben wel een beetje uitgekeken. Want ik zie niet echt... Ja, daarboven... Kun je daar bovenin? Oh, een stukje. Ja, mijn rijkunsten gaan ook met de minuut achteruit. Kun je daar bovenin? Hier, misschien links. Zijn we hier de vorige keer geweest. Ik dacht het niet. Ik denk dat de meeste van die torens die daar gebouwd zijn, van andere mensen zijn die binnen wilden kijken. Sorry. Ja, zou kunnen. Dat is het enige wat we dan nog wel kunnen proberen. We gaan alleen maar naar boven. Ah, we kunnen nog wel even kijken. Ik ben wel benieuwd eigenlijk. Maar dan wil ik wel hier links, of rechts eigenlijk. Je gewoon even het land in. Probeer het eens. Stampen. Maar hier kunnen we in ieder geval al op. Heeft iemand een... Als iemand alleen maar die muur daar gemaakt heeft, dan... Oh, misschien moet ik iets dichterbij nog, of kun je er al op. Dan kun je er misschien wel een ladder tegen aanzetten. Ik zet de auto er even naast, pas op. Het springen gaat hier echt heel lastig. Ja, ik ben erop. F2. Laten we eens even kijken. Er zit daar een val of zo. Ah, man. Oh, je moet waarschijnlijk gewoon even doorrennen hier. Ja. Gewoon een keer doorrennen. Dan kom je er wel. Oh, ja. Netjes. Goed. Deze totem heeft er ook geen zin meer in. Overal ladders. Alles. Is het geclaimd? Ja, het is geclaimd. Maar we kunnen misschien hier wel naar boven klimmen. Oké, ik ga hier even omhoog klimmen. Kijken wat er van komt. Oh, ben jij dat? Ik denk het wel. Ik was geklommen en gevallen. Ik kwam niet meer verder dan dit. Oh, je kan hier naar binnen inderdaad. Valspelers! Al deze moeite. Zetten we half te parcouren? Nee, ja. Het laatste stuk kun je niet verder. Oh. You gotta be kidding me. Mean. Het is inderdaad erg gemeen. Maar je kan wel langs die andere kant hier omhoog. Het voelt een beetje alsof ik aan de reden ben, maar dat is niet zo. Kun je hier al... Waar ligt de grens van de claim? Ik weet niet. Ik denk dat het ongeveer op de grens is. Als dit echt de grens is, dan is het zeker een hele mooie berg om op te bouwen. Ik weet het ook niet. Wacht even. Die grens is al ver weg. Je kunt hier gewoon bouwen, nice. Zeker nice. Kunnen we hier gewoon zelf al naar boven bouwen, als we naar binnen willen. Dan doe ik het zelf wel. Hier zo. En dan nog eventjes zo'n metalen vloertje eronder. Dan kunnen we volgens mij gewoon hier ladderen, toch? Ja. Het voelt een beetje als een siege. Nou, die heet. Oké, prima. Zo dan. Oké, prima. Het komt doordat het allemaal van die losse stukjes zijn. Dat het een beetje raar eruit ziet. Dan kunnen we dan beter zelf even een nieuwe muur bouwen. Dat gaat waarschijnlijk wel sneller. Nee, joh. Dus je moet gewoon eventjes netjes plaatsen. Ja, kijk, daar nice. Gaat hij al. Daar gaat hij al. Maar ja, Hurtwood gaat dus binnen in de komende tijd best wel veranderen. Ik heb me goed vermaakt hoor, maar het is gewoon... Het is tijd, je moet blijven veranderen. Tijd het is voor nieuwe dingen. Nieuwe dingen, misschien kunnen we ook wel een beetje plek maken voor een nieuwe serie. Oh, als ik ben binnen. Als je daar nog goede ideeën over hebt, dat kan natuurlijk ook altijd. Yes, ik ben binnen. Behalve dat ik niet geauthorized ben voor deze deuren. Maar ik kan hier wel lekker rondkijken. Dat is prima. Ja, ik denk dat iemand anders hier gewoon ook binnen is gekomen en het weer opnieuw geclaimd heeft. Want er zitten wel overal gaten in op plekken die niet horen. Oh, jij was hier al in. Ha, duurt piramide met een kronkel erin. Dat is best wel cool. Oh, wat mooi uitzicht hier, zeg. Niet zo mooi als op die beeld, maar... Yeah. Kun je hier nog verder naar boven? Nee, dit is alleen dit... Nee. Je kan inderdaad best wel echt heel ver kijken zelfs. Naar Fortress en Dome.
De hele Hurt World. Je kan ook gewoon builds zien, of niet? Ja, soms in de verte, ja. Maar het hangen houdt op een gegeven moment wel op. Ja, op een gegeven moment maar. Dat duurt heel lang. Anyway, ik denk wel dat dat gaat doen voor deze aflevering. Ik hoop dat je een leuke aflevering vond. Als je een leuke aflevering vond, laat dan alsjeblieft een like achter. En ideeën voor dingen op de server, altijd doen. Ja, precies. Inderdaad. Dus we gaan die 3 keer server maken. Gaan we wipen. Dus dit is ook de wipe aankondiging. Maar als je nog meer ideeën hebt daarover, dan hoor ik dat ook graag van je. Dus laat het achter in de comments. En dan hoop je allemaal te zien in de volgende aflevering. Tot ziens! Tot ziens!